Celine, hier staat gevaarlijk ratelslangen. Goedemorgen jongens, het is weer een nieuwe dag in hier in LA. Het is vandaag donderdag en wij zijn nu een beetje in het centrum. En we gaan dus, hi meneer, kijk naar de vlog. We gaan ontbijten bij de IHOP. En dat, daar heb ik heel veel zin in. Daar ben ik vorig jaar ook exact in die geweest. En daarna gaan we hier bij de Starbucks wat halen voor Celine. Want she needs her coffee. En dan gaan we dus door naar Beverly Hills. We gaan huizen kijken, lekker celebrity spotten die vast niet te vinden zijn. Fun fact trouwens over die Lakers game gisteren. Nick Jonas en Joe Jonas waren er. Emily Ratajkowski, Chiefs chick, Ratajkowski, ik weet niet hoe ze heet. En Virginia Million, die was er ook van AMPM. Ik weet niet of iemand dat nummer nog kent. Dus we hebben toch nog een soort van celebrities gespot, ook al hebben wij ze niet echt gespot. Instagram dit. Misschien staan met Will tijdens de game. Ja, en Will Ferrell was er ook inderdaad. Die acteur. En de rest konden wij niet helemaal. Maar goed, ik zie het prachtige blauwe bord van de IHOP alweer. Lekker eten. En kijk eens jongens wat er tegenover de IHOP zit. In en out. En daar is de IHOP. Kijk al deze pancakes. Ik denk dat ik voor dit ga. Een crab combo met eieren en crab. En dat zijn dan deze. Oh my god. Zo lekker. Kijk deze omeletten. Hoe groot is dit? Nou, dit zijn dus mijn scrambled eggs en mijn crepe. En Celinda heeft een combo met eggs en hash browns en bacon. Awi moe, awi moe, awi moe, awi moe, awi moe. Oh, oh. Oké, jongens, we gaan nu Rodeo Drive op. Kijk eens wat we hier hebben. Saint Laurent. Fucking zieke winkels hebben we hier. En hele mooie auto's. Celine hier. Kijk hoe leuk dat straatje daar is. Dit is allemaal van GTA trouwens. Fucking sick. En daar is Louis Vuitton en een knappe man. Hallo. What we have here. Kijk al deze mensen foto's maken. Ik ga stuk. We zijn nu dus gestopt bij een uitzichtpunt. Dit is dus North Hollywood. En Studio City. Fucking cool. En daar op het puntje van die berg staat één wit huis. Die staat daar gewoon. Die heeft gezegd, doe maar die maar. First time Hollywood sign, yay! Oh my god! We hebben net Kanye West gezien. Ja, dat moet jij toch ook doen? Dat is echt zwaar overdreven. Jij zegt dat ik dat moet doen! Ja. Maar niet zo. Oh. Oh my god! Oké, maar even zonder grappen. Wij denken dus net, nee we denken nog steeds, we denken dus dat we net Kanye West hebben gezien. Hij had groen haar, alleen een soort van buggy. Hoe noem je dat, zo'n strandbuggy type achter ja, ding? Ja, wel een hele coole. Anyway, dat was mijn mededeling voor vandaag. Maar hij gaat laden, omdat we in de hills zitten, we geven binding hier. Oh ja, oké. We gaan nu, als het goed is, naar een park. Waar je heel mooi Hollywood zijn kan zien en een foto kan maken. En dan loop ik gewoon zo even over straat. Gewoon as one does. En dan kijk je omhoog. En dan zie je die beauty. En nu gaan we foto's maken. En het is hier intens stijl. Dit is ongeveer dus het uitzicht dat je hebt over Hollywood sign. En hoe heet het hier ook alweer? Dat heet het Hollywood Lake Park. Ik zal zo op het bordje kijken. Verkeerd. Nee, grapje. Ja. Oh. Zo. Gleed uit. Hier, dit moet je intypen bij Google. Lake Hollywood Park. En dan zie je dus dat. Dus een tip. En, oh my god, danger, rattlesnake. Celine?
Hier staat gevaarlijk ratelslangen. Jongens, we hebben het gered. We zijn bij het Curvet Observatory voor de zonsondergang. Eerst nog even het museum in. Het is lichtelijk, hoe noem je dit? Mistig? Smok? Nee, mistig. Maar je ziet wel wat. Daar gaat de zon onder. Over 3 kwartier gaat hij echt onder. We hopen dat we een mooie lucht krijgen. Even genieten van het uitzicht. Daarboven op een berg. Staat er een nee. Staat er een nee. Die moest ze nodig poepen. Die moest ze nodig poepen. En nu sloopt ze de wc. True story. Ik zei. We staan dus nu boven op Curvet Observatory. En zo gaat ze onder. Oh, die waren net shoots aan het doen hierboven. Oh, echt? Ja. En nu hebben we, zijn we wie, ja, wat zijn we ook weer spelen? Een hond. Waar? Oh ja. Oh, hij is wel lief. Hoe weet je dat nou? Dat zie ik. Maar nu zijn we, ik zie wat jij in ziet aan het spelen. Omdat, ja, we staan gewoon lekker te genieten. Dat doen we nou eenmaal. We doen nou eenmaal ook altijd spelletjes. Ja, we doen altijd spelletjes inderdaad. Jongens, ik denk dat ik een boyband heb gespot. Ja, ik ging zwaaien, want we stonden zo te kijken. Maar ik denk dat het een boyband is. Jongens, herkent iemand deze mensen? Van de achterkant. Van de achterkant. Oh, kijk. Oh, ja. Dit is cute. Ja, doe maar lekker alsof je net valt. Boei. Alsof je een mondje. Nou, wat een plaatje, hè, Celine. Het is nog mooier dan dat hij scherp was. Oh, hij is scherp. Nou jongens, we hebben gewacht tot het donker was. En hier is het al een stuk donkerder in het echt. En hier zie je de zonsondergang. So pretty. En hier zie je dus het prachtige gebouw. Met de stad op de achtergrond. Daar zie je nog wat van de zonsondergang. En we hebben echt heel veel geluk, want dit is dus het gebouw. En dit is onze auto. Dus we hebben niet, ja, het is een klein stukje lopen. Zo. Terwijl ik vorig jaar echt een heel eind moest lopen. Wat vond je van Celine? Super mooi. Anyway, dat was het weer. Doei. Nou jongens, na een kleine opfrisbeurt naar de Curvet Observatory zijn wij nu aan het tanken. Wij gaan vanavond naar Santa Monica en waarschijnlijk eten bij Cheesecake Factory. En dan lekker naar de pier. Dat is mijn verhaal. Oké, doei. We zijn dus net in de, dat is de pier. We zijn daar net in de arcadehal geweest. En nu lopen we hier, maar alles is dicht. En zo meteen gaan we eten bij Cheesecake Factory. Er lag een hele enge man er achter me aan, dus ik ga even ophangen. Oké, Celine, wat heb je? Dat is het allemaal met een Lego eten. Bistro Scampi of zo? Dat ziet er zo uit. Kan dat allemaal weg? Mijne ziet er zo uit. En met nachos. Nou, dames en heren, ik ga deze keer even de vlog buiten afsluiten. Vind ik leuk. Wij zijn dus heerlijk naar Santa Monica geweest. Heerlijk gegeten bij Cheesecake Factory. Echt heel erg lekker. Toen lekker naar huis gegaan. En zonder file ben je hier dus gewoon in 20 minuten. Midden in de stad. En met file doe je er ongeveer 40 minuten over. Dus gewoon de helft verschil. In ieder geval, wij gaan zo lekker slapen. Wil je nog wat zeggen? Wil je nog even doei zeggen? Doei, dag vlog!